Wil jou s'nachts voor wakker maken? Ja! Kom maar, meisjes. Ik zie al waar we moeten zijn. Ze zijn spinning is weer diepe concentratie. Zie je dat? Zie je dat? Bijna klaar. Ik zal weer lekker opsnoepen. De boom is goed. Mama is eigenlijk het grootste. Ik zit niet meer bij. Heel goed. Kwak. Werkt dat niet meer bij jou? Niet dat voor zo'n flesje? Ja. Eentjes. Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En we zijn het laatste weekje van 2019. Lekker eventjes weg bij Bollo in Landen. Ja. Nou, waar zit het lekker voor kindertv? Ja, Bollo, ja. Hebben wij op haartje alvast even aangestoken? Mama is zich aan het opmaken. En dan komt er hopelijk zo meteen ontbijt. Maar wie gaat dat brengen, denken jullie? Hallo! Nou, dat zou wel leuk zijn, Luxie. Ja! Ja, ja. Wat vind je dat spannend, Bollo? Nee, je hebt een Bollo liever. Nou, dat gaan we zo zien. Kijk vandaag weer gezellig mee. Kijk, en dat open haartje is er weer lekker aan het wachten worden. Goedemorgen, Bollo! Mogen wij even binnenkomen? Ja, zeker! Is dat Bollo, Luxie? Ja, is dat Bollo aan tafel? Is dat Bollo? Leuk hè, schenk. Dat is gezellig hè? Ja, wie is dat? Is dat Bollo? Ja, dat is Bollo, ja, ja. Allemaal lekker slapen. Mama! Zo gezellig. Heet Bollo met ons mee? Dat is wel heel leuk, hè, Bollo? Wil je wel een kopje thee dan? Kijk, ik heb hier ook een roze fusee. Dan zeg ik, eet smakelijk allemaal. Iedereen nog even een high five. Dat is wel zo leuk, hè? Ja! Yeah. Hartstikke goed! Ja, we hebben lekker zwengelen. Schattig. Zo, en nu het ontbijt op is, gaan we even afruimen. Wie heeft de thee niet opgedronken? Ik. Luan, kom. Even nog de thee. Wie heeft het pakje niet opgedronken? Ik niet. Sheila, even wat drinken. Mag ik het ook? Ja, maar naar mij? Ja, kom maar. Even wat drinken. Goed zo. Even lekker alles opgeruimd. Papa de vaatwasser aangezet. Mama de stofzuiger door. Ja. En dan gaan we zo meteen weer even lekker wat leuks doen in de Bollo Plaza. Het huisje is weer lekker opgeruimd en wel. En we gaan nu naar de plaza toe. Volgens mij de Bollo Club of het atelier. Ik weet niet. We gaan iets leuks maken. En we gaan iets heel leuks knutselen weer. Of iets maken. Ik weet niet precies wat. We gaan het zien. Woesom Pip die blijven lekker warm in ons huisje. En de kinderen die staan al helemaal weer klaar voor. Kijk. Ze is gevallen in de ijs. Och, was je gevallen, schatje? Och, kom hier, Libby. In de ijsplaatjes. Oeh. Ja. In de plaatjes is het echt heel erg sneeuw. Ligt daar sneeuw? Ja. Voelen jullie sneeuw? Dit voelt als sneeuw. Het is een beetje ijsel, is het, hè? Hoor eens. Oh, ja, ja, ja. Ik snap wat jullie bedoelen. Je hoort dat het een beetje bevroren is. Dat bedoelen jullie, hè? Ja. En dat geluid vinden ze heel leuk. Is ook heel leuk, hè, Luxie? Ja, in de bladeren stampen. Hey, maar hebben jullie zin om naar de Bollo Club te gaan? Ja. Ja? Luxie naar Bollo? Ja. Zullen we naar Bollo gaan? Ja. Ja, dat is leuk, hè? Gaan we lekker knutselen? Ja. Zeggen we dag tegen ons gezellige huisje. Die lekker warmpjes erbij staat. En dan... Kijk. Ja, die molshoop. Oh jee. Ik denk niet dat hier nog een molshoop naar boven komt. Nee. Die is echt helemaal bevroren. Hey Lucilla, waar kunnen we jou s'nachts voor wakker maken? Chocola. Voor chocola? Nee. Voor chocola? Ja. Luxie ook. Kunnen we jou ook voor chocola wakker maken? Ja. Oh jee, we hebben 2 chocolademeisjes. Ja, oh jee. Ja, Luan die houdt niet zo van chocola. Ja. Waar ik wakker vaak voor word is gewoon een wekker. Ja. Een wekker, ja. Wekker. Wekker. Ja, maar waar je mama wakker voor kan maken is toch ook wel chocola? Ja. Hebben je 3 chocolademeisjes?
Laat nou net de verrassing zijn dat we iets gaan maken van... Chocola! Chocola! Ja, en Luan de boswachter die loopt weer over het bospad. Bolo Club! Kom maar meisjes. Hier hebben we de Bolo Club. Kijk, Bolo Club. Zie je dat, Luxie? Lucilla. Dat is gezellig. Kijk, hier is de Bolo Club. Hier hebben we een leuk hoekje waar we kunnen zitten. De workshop met chocola is niet hier in de Bolo Club, maar in het atelier. Dus we verlaten de Bolo Club weer en we lopen door naar het atelier. Ja, toch? Bij het atelier. Of vlakbij het atelier. Waar staat de workshop op? Oh, oké, nou, dat kan niet missen. Dankjewel. Kijk, weet je wat hier ook nog is? Dat hebben we nog helemaal niet gezien, maar ze hebben hier ook nog een hele speelhal natuurlijk. Maar dan lopen we nu eventjes leuk langs, hè jongens. We gaan nu eerst even lekker knutselen bij de workshop, is het. Kijk, en hier heb je het Bollo podium. Zie je dit? Dat hebben we nog helemaal niet gezien, maar hier is ook nog... Nog Tante Iris was. Met Tante Iris hebben jullie hier even gespeeld, hè? Dat klopt. Ik zie al waar we moeten zijn. Ja, met zijn Luxie. Aha, we snappen het. Het is echt een workshop. Dus we hebben hier een hele leuke workshopruimte. Waar we iets gaan maken van chocola. Hier moesten we zijn. Dit is workshop. Wow. Dit is het, hè? Nou zijn we goed. Ja, we zaten bij de Bollo Club, maar het is hier. Kijk, een chocolade schotje. Beetje groot, hè? Kort een beetje. Zie je dat, Luxie? Er is een schotje om. Ja. Jullie hebben dezelfde jurk, nou, dat is mooi. Ja, ze zijn twinning is winning vandaag. Het is gewoon chocoladepasta, toch? Ja. Hier worden de spuitzakjes gemaakt. Oeh, hier zijn alle andere boompjes van andere kindjes al. Hier, oeh. Niet af en toe van snoepen. Had ik wel gedaan, hè? Diepe concentratie. Goed zo, Lucilla. Ik denk dat dit de kerstballetjes zijn. Zie je dat? Dat ziet er lekker uit. Luxie die begint heel schattig eerst met de M&M'tjes. Smarties, maar je moet eerst chocolade erop doen. Kijk, dan hebben we hier zo'n spuit. En uit de spuit, kijk, daar komt chocola. Kijk, één, twee. Zie je dat? Maken we ook een kerstboom. Zo. Ik heb er zes. Zo. Ja, Luxie komt dan meteen met de smarties erbij. Cool. Ja, dan gaan we zo. En ik word acht, dus ik doe ook nog acht bij. En dan gaan we hem inkleuren. Ja. Zo, nou. Ach, is het gelukt? Ja. Heerlijk. Nou. Zo. Kijk, en dan hebben we hier hebben we de kerstboom gemaakt. En dan mag je hem gaan versieren. Mag je de lepel pakken? Ja. En doe er maar overheen. Dat kan wel meer, hè? Kom, Luc. Goed zo. Nou, Lucilla doet ook de smartjes eroverheen. Mooi, Olivie. Nou, Sil, is je boom al bijna klaar? Lucilla die gaat maar door en die gaat maar door. Ik heb hem even. Ben je al klaar, jongen? Ja. Mooi, en nou moet ze even hard worden, hè? Ja. Luxie die snoept de hele tijd wat van de Smarties. Zet jouw naam erop, Luxie. Ja. Oh, wat goed. Prachtige namen. Ja. Zo weten we zo meteen dat het jullie bomen zijn, hè? Want ze moeten nu even drogen. En als ze dan hard zijn geworden, dan kan je ze weer lekker opsnoepen. De boom is goed zien, maar ik vind hem er prachtig uitzien, Lucilla. Ja, maar dan komt dat hij nog goed droog. Oh, hij moet nog drogen. Ja, dat zou het zijn. Luxie, die heeft nog wat in het... Heel veel op. Ja. Die. Ja, er zit nog heel veel chocola in, Luxie. Luxie, die gaat iedere keer met dat handje daarin. En dan eet ze er weer eentje op. Sil, is hij al leeg? Bijna. Hij is bijna leeg, Luxie. En dan moet hij even opdrogen. Ja. Ja? Is hij klaar? Ben je klaar? Is Luxie klaar? Dat doen we in de oven bij Joyce. Ja, in de oven. Zoals een bakker. We gaan de chocola even bakken, jongens. Kan dat niet? Ja. Dat kan niet, hè? Moeten we hem nu even laten drogen, goed? Leuk dat jullie er waren. Nou, super, dankjewel. Kijk, hier liggen ze allemaal op. En dan hier moeten ze even hard gaan worden. Hier liggen ze alle drie. Heel rijkelijk. Ja. Nou, zie je dat, Luxie? Zeg maar dag, dag. Tot straks. Tot straks. We gaan nog even lekker spelen. Zo. Nou. Schoentjes uit. Gaat Luc zoeken naar ballenbak? 1, 2. Dag. Daar komt ze aan hoor. Hey, Luxie baby. Kom maar. Gaat het lekker? Oh,
allemaal vallen, Luxie. Gaat Luxie van de glijbaan? Ja! Ja! 1, 2. Wee! Mijn vader en moeder gaan samen van de glijbaan. Pip-pip-pip-pap. Pip-pap, pip-pap, pip-pap. Woe! 1, 2. Oh! Wat gaan we doen, Lux? Jammer. Ze gaat toch zitten. Ja! Hebben jullie een hit gemaakt? Ja! Oh! Dit zit op de ballen! Hey, Lucy, een lekker kopje koffie met een appeltaart. Ja. Zou ik eens kijken? Ja. En appelsapjes voor de kinderen. Ik zie allemaal lekkere dingen. Kijk, en die goed varen volgens mij wel. Een verse appeltaart. Met een lekker sterk bakje koffie. Nou, zo denk ik dus 3 kinderen te hebben. Maar je ziet, mama is eigenlijk het grootste kind. Hè? Oké. Ik ga niet doen, dit is te leuk. Koffie en appeltaart is bestel, mama. Met chocolademelk en slagroom voor de kind. Even lekker terug naar ons huisje. Even wat lekker lunchje. Dag! De laagjes van Kwik, Kwek en Kwak die staan weer op de mat.
En we zijn weer lekker in ons knusse huisje. Zo, moeder, wat maak je voor het middag eten? Nou, de meisjes die houden van wat pennen. En Luan, papa en mama die hebben een knakworstje op een bolletje. Ja, en ik heb nog gekookte eieren van vanochtend. Die zijn nog gekookt. Ja. Wie had er een broodje knakworst besteld? Ik. Kijk eens, alsjeblieft. En lekkere gezonde koekjes op tafel. Wat tomaatjes en wat komkommertjes. Dus hebben jullie zin in een lekker gezond snackje? Ja. Alsjeblieft. En Werkt dat niet meer bij jou? Werkt dat niet meer bij jongens van 7? Nee, dat werkt niet meer bij jongens van 7. Die willen het zelf doen. Die is lekker. Niet? Niet? Ik zie. Pip wil wel een tomaatje, maar Pip, jij lust geen tomaatje, meisje. Ja, je ziet jou helemaal niet meer. We moeten even Pip's oogjes knippen, papa. En 3 keer raden waar Woezel zit. Waar zit Woezel, jongens? Onder de tafel, Woezel. Ben je weer aan het hopen dat er wat valt, jongen? Hé? Hey? Heb je je brokjes al op, liefie? En je water? Hé, hey, dat is voor de hondjes, hè? Oh, het flesje. Krijgt Woezel het flesje van jou? Ja, dat is ook lief. Ja, maar tomaat hoeft hij niet. Woezel denkt, ga weg met die babyfles. Ik ben toch geen baby? Zie Woezel. Oh, Pipje. Pip komt even kijken. Pip. Nou ja, kijken. Voor zover ze kan zien. Hé, hey, Luxie, ik denk niet dat Woezel een flesje wil, schatje. Kijk maar, Woezel die vlucht een beetje voor jouw flesje. Je bent toch geen baby, denk ik, Woezel? Nou, Woezel, groot gelijk, jongen. Waar is jouw baby? Waar is jouw pop? Nee, je bent toch geen baby meer? Luxie is geen baby meer, maar waar is jouw pop? Jouw babypop? Is dat jouw baby? Kijk. Die wil wel een flesje natuurlijk, hè? Ja, oh. Dankjewel, Luxie, mama. Dankjewel. Pipje komt dan weer even kijken, schatje. Ja. En Pipje is braaf. Ja, ach, zo lief. Ik was gisteren aan het vertellen dat Daniel hele mooie droombeelden had gemaakt. Alleen vervolgens was ik vergeten die droombeelden in die vlog te editen. Dus Daniel zei net tegen mij, hey schat, ik zie helemaal geen droombeelden van gisteren. Want hij keek even de vlog na. Dus bij deze ga ik nu nog even de droombeelden laten zien die wij gisteren hebben gemaakt bij ons vakantiehuisje. Daar komen ze. Ondertussen zitten we even lekker op de bank. Maar niet zomaar op de bank. Leon en Lucilla die zitten heel erg apart op de bank. Hoe liggen ze op de bank? Kijk, ze liggen op de leuning van de bank. Woezel en Pip daar. En we zijn even lekker een filmpje aan het kijken. Zo, we doen de jassen weer aan. Want we gaan naar de Bollo Show. Theater. Disco. Iets met Bollo. Kinderen, zijn we klaar voor? En daar gaan we weer, jongens. Op naar de blazen. Waar zitten we, Mona? We zitten helemaal klaar. Weer voor de volgende show te wachten. Ja, voor de Bollo Show. Kijk, dit is een leuk tafeltje voor de kindjes. Daar kunnen ze zo aanzitten. Maar ze wouden nog even een attractie in. Dus volgens mij zijn ze alweer in de ballenbak. Zullen! Zo, dat ging snel. Luan! Zo, en voordat de Bollo Show begint, zullen we nog even een drankje aan met een chippy? Ja. Dat is schattig, hè? Nou, na lang wachten gaat de show beginnen. Fijne show. Maar dan zou je denken, mama, waar is Luxie? Luxie heeft een vriendinnetje gemaakt. En die heeft een eigen kleedje daar. Luan vindt het leuk, maar wel leuk voor de meisjes, hè, jongen? Wat blaas, hè? Ik kom even hier. Ik kan het gewoon niet. Mijn neus zit ervoor. Oh.
Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. Tot morgen weer een nieuwe vakantievlog. Tot morgen. Doei. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.